Ja, vrienden. Waar ik bang voor was en waar ik nog steeds bang voor ben. Dat zit eraan te komen te gebeuren, vrienden. Ik heb steeds gezegd, die ober die komt een keer afrekenen. Hè? Voor de politiek in Den Haag en voor het kabinet. Ja, in maart. Dus nog maar 4 weken weg, vrienden. Dan is het zover. Maar wat zie ik nu in de peilingen? Er zijn nu al figuren die hun keuteltje intrekken. Ja, er zijn nu al mensen die zich bedenken. Hier kan je het zien, hè? Hier. Dit zijn de voorspellingen, hè? Van nu. En dan kan je vergelijken met de voorspellingen van een maand geleden. Nou, kijk, de VVD, die krijgt gewoon 2 zetels erbij nu. Hoe is het mogelijk? Die winnen gewoon 2 zetels. Die komen erbij. D66 blijft gelijk. Maar dan krijg je, zie ik hier, CDA. CDA krijgt ook 1 zetel erbij. Hey, hoe vind je die? Dus de coalitie, want CU blijft gelijk. De coalitie krijgt gewoon het kabinet 3 zetels erbij, beste vrienden. Ja, en wij maar denken, die gaan natuurlijk verliezen. Nee, er zijn dus mensen die zich nu aan het bedenken zijn. En op de linkerkant, dat zei ik ook al, links is aan het inhalen. Wat denk je hier, van GroenLinks? Ook +1. Die waren al een beetje aan het winnen. En die krijgen er nog 1 bij. +1. En dan hebben we hier nog eens de Partij van de Arbeid. Ook +1 aan de linkerkant. En die zijn samen. Dus die komen op +2, vrienden. Dat hele linker gebeuren. Ja, dat is toch. Maar als je nou kijkt naar het verzet. Naar de oppositie. Ja, aan de rechterkant. Die het dus moeten gaan doen. Daar wordt helemaal niet gewonnen. Nee, hier, PVV min 1. PVV min 1. Ja, ga naar beneden. Niks winst. BBB blijft gelijk. Niks aan de hand, 15 zetels nog steeds. Maar wat denk je van jaar 21? Min 2. Dus dat zijn er alweer bij PVV en jaar 21 min 3. Vrienden, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, het ziet er gewoon naar uit, als ik het zo voel, alles blijft bij het oude. Er gaat gewoon helemaal niks veranderen, niks verzet. En die ober, die heeft zijn rekening allang doorgescheurd.